Met het tekenen van een overeenkomst hebben de gemeente Weesp en andere partners vandaag een eerste stap gezet naar de toekomst van bedrijventerrein Noord. Dat gebeurde op de vastgoedbeurs Provada. Het ondertekenen betekent het startschot van een meerjarenplan om het bedrijventerrein op te knappen. Het is een heel belangrijk moment. We zijn nu 2 jaar actief samen met Van Wijnen als aannemer en TCN als ontwikkelaar om te kijken hoe we die herstructurering van het bedrijventerrein vlot kunnen trekken. Het is het terrein waar ontzettend veel werkgelegenheid zit en waarvan je ziet, al 10 jaar, dat het heel gedateerd is. Het is ooit neergezet in de jaren 60, 70. Er moet een heleboel gebeuren. Wil je bedrijven ook daar een goede werkomgeving blijven geven? Er zal een situatie moeten ontstaan waarbij bestaande panden worden opgeknapt en een facelift krijgen. Ook misschien wel bestaande oude panden, dat die gesloopt worden en dat er een nieuw, architectonisch mooier, nieuw gebouw neergezet wordt. Betekent dat je totale industrieterrein een ander gezicht krijgt. Omschrijf eens in 2 zinnen hoe dat bedrijventerrein er volgens jouw ideaalplaatje uitziet zometeen. Het is in ieder geval een bedrijventerrein waar in ieder geval nog een beetje leegstand is. Hè? Want je hebt altijd een paar % frictieleegstand nodig, dat partijen nog uit kunnen breiden en dat je niet altijd nee moet verkopen. Kijk, en dat het een gemengd bedrijventerrein is waar heel veel Weespers, Weesper ondernemers zich kunnen vestigen, maar ook heel veel Weespers hun brood kunnen verdienen, zodat je kan werken en wonen en recreëren in je eigen stad. Heel blij. Ja, heel blij.